Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ga nu naar het Amstel Hotel, want daar gaan we onze nieuwe shoot doen. Voor de nieuwe collectie van Somewhere Someday. Dus kijk gezellig mee. Good morning guys, het is zaterdag en mijn vlogcamera was gisteren uitgevallen. Die had ik niet meer opgeladen naar Parijs tijdens de shoot. Dus toen heb ik niet meer gevlogd gisteren. Maar het was een hele leuke dag. Ik vind het dus echt super leuk, want we hebben deze shoot, maar ook die daarvoor, hebben we dus analoog geschoten. En ik vind het wel echt leuk dat je een soort van, niet een soort van instant gratification krijgt, dat je je content te zien krijgt. Dus ook niet meteen een oordeel gaat vellen daarover. Oh, die is pluk. Maar dat je even een paar dagen moet wachten totdat je je content te zien krijgt. Nee, het gaat niet onweren, lieverd. En dus maandag krijgen we alles, dan gaan we het meteen editen en meteen online zetten. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als jullie de account van mijn sieradenmerk ook willen volgen. En ik zal hier de Instagram link zetten, daar kunnen jullie dus alle resultaten zien. Het is @somewheresomeday.nl. En nieuwe producten, we hebben dus nieuwe flare broeken. Die laat ik thuis wel even zien. We hebben nieuwe flare broeken en we hebben nieuwe stelletjes top die je kan shoppen. Ik ga trouwens even maandag op kantoor kijken. Misschien is het leuk als ik een kortingscode vanwege de nieuwe collectie kan doen voor deze vlog. Waarin jullie alleen dan van de vlog, ga ik niet op Instagram zetten, alleen van de vlog korting krijgen. Een keertje. Dat is misschien wel leuk. Heb ik nog niet echt gedaan in de vlog. Dus dat. Dat is die update. En nu zit ik in de auto met San en met Ollebol. Ollebol zit hier. Die is aan het tekenen. En we gaan vandaag naar het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Dat vind ik echt heel cool. En Sander ook. En er is één artist die ik heel cool vind. Waar ik de naam niet van kan uitspreken. Jomin de Noto. En die maakt al die infinity rooms. En er is in het Boijmans ook een infinity room. Dus daar willen we even een kijkje nemen. Dus dat gaan we nu doen. We zijn na het museum even naar een restaurantje gegaan. Olly heeft van die fluffy American pancakes en tosti en chipjes hebben we. En wat zeggen we dan altijd als we gaan eten? Dankjewel! Nee, eet smakelijk zeggen we toch? Eet smakelijk! Eet smakelijk, baby! Dat we naar Beumans zijn gegaan, naar het museum voor Linde gegaan in Wassenaar. Dit is ook echt super leuk. En nu is de lift weer dicht. Misschien moet je even het knopje drukken. Oh. Je moet even de lift halen. Deze? Mhm. Zit dicht. Oh my god. Waar is die weer? Doe je boekje er maar in. Doe maar. Je kan het. Zo schattig. Ga je mee? Ja, ik ga natuurlijk ga ik mee. Gaat, kom. De deur is dicht. De deur is dicht. Wauw, dit is zo cool. Good morning. Ga je ook goedemorgen zeggen? Oh, je hebt speentje. Olly is een baby dus weer. Een hele kleine baby, net als Lua. En die heeft dus weer een speentje sinds vandaag. Wat vinden jullie daar nou van? Kan je niet even, hoi guys, hey, zeg maar hey guys. Mm-hmm. Nee? Nee, speentje, oké. Nee, I totally get it. Het is zondagochtend en het regent heel hard.
En vandaag gaan we naar de verjaardag van mijn moeder. Dus ja, ik heb Olly net een jurkje aangedaan. Although, ze heeft er geen zin in vandaag. Olly was dus weer om 2:10 wakker. En toen had ze dorst. Dus ben ik eruit gegaan. Dat is stom. En even denken, wat wilde ik verder nog vertellen? Ik weet niet meer, ik moet mijn koffer inpakken, want ik heb morgen best een drukke dag met afspraken. En ik ga dinsdagochtend heel vroeg naar Milaan met Armani. Daar heb ik ook heel veel zin in. Alhoewel het daar ook regent en zo. Maar het ziet eruit, het is een hele leuke trip en Milaan is altijd leuk. Dus dat is leuk, alleen dan moet ik Olly missen. Dat is niet leuk. Hoor je dat geluid? Gek geluid, hè? Van een boom? Ja, ik ga denk ik even boven even kijken voor een cadeautje voor oma. Ja, want die is bijna jarig nu. En nu al jarig. Ik ga ook babon voor oma meenemen. Ga jij een babon voor oma meenemen? Ja, deze. Dat is lief van jou. Dat vindt oma heel leuk. Hè? Oma heel leuk. Ja. Meenemen, hè? Ja, dat is heel leuk. Mijn verjaardag is er. Jij bent ook bijna jarig. En hoe oud word je dan? 2. Nee, je bent nu 2. Hoe oud word je dan? 3. Ja, 3, hè? Ik mag deze niet. Hij is holle. Goed zo. Van, ik ben Mickey Muis. Jij bent Mickey. En dit is wat ik aan heb vandaag. Ik ben echt zo moe. Het is gewoon niet normaal. Maar goed, ik heb deze trui van KR Collectie voor Naked. Mijn collectie komt trouwens 1 juni uit. Voor degene die dat vroegen. En deze vintage bendy broek. En ik heb nieuwe Triple S. Dus die ga ik jullie zo laten zien. Oké. Dit zijn de nieuwe Balenciaga's. Ik ben er zo blij mee. Ik draag mijn witte elke dag. Dus ik wilde die mat zwarte ook. Ik vind ze zo vet. En er zitten ook witte veters bij. Maar ik denk dat ik even de zwarte erin haal. Dus ik ga ze nu aandoen. Yay! Wij zitten in de auto. Olly slaapt. En Biebje is er ook gezellig bij. Hoe gaat het op school, Bibi? Gaat goed. Ja? Ja. Ik ben wel moe. Ja. Ik ben stil in de auto. We zijn dus onderweg naar kleine oma. Kleine oma, zoals Olly het noemt. De verjaardag van moeder. Hey guys, het is maandag en ik ben op kantoor. Ik ben hier eigenlijk de hele dag al. Ik had vanochtend een meeting en daarna ben ik naar kantoor gegaan. Toen heb ik heel lang aan mijn boek gewerkt, wat eindelijk begint op te schieten. Ik heb echt nu veel hoofdstukken af en daar ben ik heel blij om. Dus dat is een last op mijn schouders. En daarna hebben we allemaal sollicitatiegesprekken en dingen gehad. En nu is het 4:00 en ga ik er vandoor. Good morning! Wij zitten in het vliegtuig naar Milaan. Ik weet niet of je me kan horen. Maar ik ga gezellig met Armani Beauty op de reis. Wij zijn aangekomen in het Armani Hotel en het is zo mooi. Ik ben echt tijden niet in zo'n mooi hotel geweest. Dus echt, kijk dan hoe mooi. En dit ziet er ook allemaal zo mooi uit. I can't. Alle kleuren hier zijn zo mooi. We gaan lekker eten. En de kamer ga ik straks ook laten zien. Die is straks klaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe de kamer eruit ziet. Ik heb echt heel veel zin in deze trip. Hoe lekker ziet dit eruit. Oké, ik ben aangekomen. Ik vind het altijd zo leuk om te doen om een roomtour te filmen. Aangekomen in mijn kamer. En ik slaap dus in het Armani Hotel. Want ik ben ook met Armani in Milaan. En ik ga jullie nu een roomtour geven. Hier is mijn hal. Waar je binnenkomt. Wacht, ik moet niezen. Zo, kom je binnen. Dan heb je hier... Ik heb mijn koffer nog niet. Dus ik weet niet wat alles is ook. Laatjes. Minibar. Koffie. Ik vind het design van dit hotel zo mooi. Ik ben echt zo onder de indruk. Nou, hier heb je dan een mini kamertje met een bureau. Wat chill is, want ik moet ook echt nog werken. I guess this is a pressie for me. Normaal niet, zo kijken wat erin zit.
my god, zit een zonnebril. Dat is echt leuk. Oh, I like it. En een zonnebril. That's nice. En dan hierin zitten denk ik deze producten. Even kijken. Dit is Eyes to Kill. Oh ja, dit is die mascara. Die heb ik al een keer gebruikt. Die is heel goed. Intense Color Eye Tint. En dit zijn de oogschaduws. Even één kleurtje open. En dit is een Lip Milestone Eye Tint. Kijken welke kleur dit is. Die zijn namelijk echt heel mooi. Ja, deze is echt prachtig. Vind ik ook voor bij mijn oogkleur. Ik heb groene ogen. Dit is Eye Tint in... Even kijken welke kleur is dit. 24 Nude Smoke. Is echt mooi. Misschien, als ik ga er wel een lookje mee maken morgen of zo, dan laat ik wel even zien. Dit is namelijk heel mooi fluweelachtig. En hier liggen chocolaatjes. Which one should I take? Ik hoop echt dat er geen alcohol in zit. Vind ik altijd zo goor. Ik neem melk. Nee. Hier is bureau dus. Hier is mijn slaapkamer. Ja. Dus dat. Wat een luxe, jongens. Hier is mijn inloopkast. Oh ja, ik zou even mijn vliegtuigoutfit laten zien. Volgens mij heb ik dat nog niet gedaan. Heel chic ben ik weer, as always. Met een crop top. Ik had zo'n warme jas en trui aan. En een trainingsbroek. Mijn nieuwe Valencia's, waar ik echt zo blij mee ben. Dus dit had ik aan. Naar die airport. Nou, gaan we dit zo uitpakken. En dan is hier de badkamer. Die is echt groot voor een hotel. Kijk. Sorry, ik heb echt zin om mijn spullen uit te ruimen. Vind ik altijd leuk als ik langer dan één nacht in een hotel ben om alles helemaal mooi te maken. Oh, dit is echt mooi flieklicht. Ik kan mijn haar ook krullen. Zit niet. Ik heb zoveel olie erin gedaan. Dus ja, bad, wc, I guess shower. Let's have a look. Ik dacht dat ik uitgleed. Oké, ik dacht dat ik uitgleed. Top. Ik ben trouwens deze twee boeken aan het lezen. I Love It. Van Robbie Kaur. Dat is poëzie. Dat is echt mijn hobby. Poëzie lezen. Ik heb deze. Ik laat wel even weten welke ik het leuk vind. En deze. Die The Sun and Her Flowers en Milk and Honey. En dat lees ik dan 's avonds. Dus die liggen naast bed. Nou ga ik even werken. Oh, en ik heb even besloten om in bed te gaan liggen. Het is 1:15. We hebben geluncht net en ik heb vannacht denk ik 2-3 uur geslapen. Echt super weinig. So maybe I should take a nap. Wat zou ik doen? Nap. Nap or no nap? What should I do? Oké, al slaapgevallen. Met mijn make-up. En ik had van die individuele wimpers geplakt. Ik zit eraf. Kijk hoe die zitten. Oké, ik ga me klaarmaken. Oké, ik heb mijn nepwimpers eraf gehaald. En ik heb spijt. Want eigenlijk, kijk hoe goed mijn eyeliner nog zit na slaap. Nu moet ik alles opnieuw gaan doen. Maar goed. Mijn koffer is er. En ik heb even koffie gemaakt. En nu ga ik mijn koffer uitpakken. Kijk, ik neem altijd een JBL-box mee. Dit is absoluut no spon. Zo gekocht de volgende kom. I just love it. Ik ga nu een muziekje aanzetten. Welke debiel neemt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paar schoenen mee? This one. En ik heb letterlijk geen tops bij me, alleen maar broeken en wat tassen. Oké, ik heb me even omgekleed. Ik heb die Prada ding tas aan. Dit ding van Billy Bob Thing. Gucci laarzen van, weet ik niet meer. En deze jas.
let's go. Ik ben aangekomen in mijn favoriete tent in Milaan. Tenminste, pap gaat ons morgen meenemen. Dus misschien dat ik morgen wel nog een favoriete tent heb. Maar nu zitten we weer bij Rosie en Gabriel. En dat eten hier is zo lekker en het ziet er hier echt niet uit. Maar dat vind ik juist wel leuk. Zeg maar met TL licht en zo. Het is niet een soort van fancy restaurant, maar eten. Chocolade. Oh, het is zo lekker. Dus ja, ik wil laten zien wat ik aan had, maar dat kan niet echt. Good morning. Het is 7:45. Ik ben wakker. Ik heb mijn gezicht wassen en met iedereen ontbijten. Oké, en er zit weer make-up op mijn gezicht. Het ziet er erg raar uit in dit licht. Zo niet. Kijk. Zo lijkt het normaal. Ik lijk een beetje geel. De verwarming stond dus heel hoog. Dus ik heb echt een puffy gezicht. Ik hoop dat dat zo weggaat. En ik heb gisteravond ook alcohol gedronken. Dat zal ook niet helpen bij het puffy gezicht. Anyways, ik ga ontbijten. En ik ga de vlog afsluiten, want ik heb best wel veel gevlogd. En ik heb net mijn woensdagvlog weer niet gered. Door het reizen en gedoe en sollicitaties en zo. Maar volgende week probeer ik het gewoon weer. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Wat wil ik zeggen? Alsof ik iets vergeet. I don't know. Anyways, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie volgende week.